artikel analyseert Nicoline de implicaties van de geruchtmakende uitspraak uit 2011, en die rechtszaak begon in 2009, van de Haagse rechtbank in de Rabagerezaak, waarin de Nederlandse staat aansprakelijk werd gesteld voor de massa-executies in het Sumatraanse Rabagere in 1947. Immer onderzocht wat de gevolgen waren voor de weduwen en dus dorpsgemeenschap van de toekenning van schadevergoeding. En wellicht nog belangrijker dan de beschouwingen over de materiële gevolgen is de vraag naar het ervaren van rechtvaardigheid. Imre neemt als uitgangspunt dat er in het publieke debat, en ook door historici, geen eenduidige morele standaard, die is een morele standaard gebaseerd op universele mensenrechten, wordt gehanteerd voor de omgang met het koloniale verleden. Zoals een standaard zoals die er wel is voor de omgang met de Tweede Wereldoorlog. Als de Tweede Wereldoorlog gaat, dan is er grote consensus over hoe, wat de morele waarden zijn, wat de morele standaard is die we dan moeten hanteren. Die morele standaard is er niet voor het koloniale verleden. Het geweld in Rabagere werd ook door de Haagse rechtbank in 2011 getypeerd als uitzonderlijk, als een excess. En de rechtbank plaatste dit nadrukkelijk niet in de systematiek van mensenrechten schendingen in een koloniale oorlog. Imler neemt hiermee geen genoegen en plaatst in haar artikel het Nederlands juridische perspectief tegenover de impact van die Nederlandse rechtspraak op de nabestaanden van de slachtoffers. In hoeverre voldoet de uitkomst van een typisch Nederlandse rechtsgang, met als resultaat excuses en een schadevergoeding, aan de behoefte aan een rechtvaardige afhandeling van de koloniale schuld in Indonesië? Imler verricht een systematisch veldonderzoek in de vorm van interviews met nabestaanden en laat zien dat nog de openbare Nederlandse excuses en schuldverklaringen, nog de financiële compensatie hebben bijgedragen aan gevoelens van genoegdoening of rechtsherstel. En ze stellen ook de vraag welke verantwoordelijkheid de geschiedwetenschap hierin heeft. Want immers, de bijdrage van Imler is ook actueel met het oog op het door de staat gefinancierde project Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950, dat in 2021 moet worden afgerond. Imler stelt in haar artikel dat dit onderzoek niet alleen om waarheidsvinding moet draaien, maar dat het ook aanleiding moet zijn voor een fundamentele bezinning op de vraag wat nodig is voor postkoloniaal rechtsherstel in Nederland en Indonesië. Het artikel stemt tot nadenken omdat het nieuw licht werpt op bekende feiten en ontwikkelingen en dat doet op een weloverwogen en inspirerende wijze. Het winnende artikel is een rijke, indringende en glasheldere verkenning van een buitengewoon complexe materie gebaseerd op origineel en interventief contemporain historisch onderzoek. Het artikel analyseert een complex vraagstuk over culturele, nationale en historische grenzen heen. En bovenal laat het winnende artikel zien hoe urgent goed historisch onderzoek kan zijn en hoe juist historici van beslissende betekenis kunnen zijn bij het duiden van complexe maatschappelijke vraagstukken. De Low Countries Historical Award 2019 gaat naar Nicole Imler voor haar bijdrage. Kijken in Nederland, die toch soms buiten het beeld zijn, een stem te geven, hun gezichten te laten zien en eigenlijk ook de Indonesische kant in het Nederlands debat mee te nemen. En dat die Indonesische perspectief heel complex is, heel veel nuance heeft en dat wil ik daar graag onder de aandacht brengen. Je hoort het ook, voor mij is het ook bijzonder, het is de eerste artikel die ik in Nederlands heb geschreven. So, het was een hele grote uitdaging om dat te verwoorden, om de nuance aan dat antropologisch materiaal te geven en dat ook terug te brengen in de taal. We hebben altijd een verantwoordelijkheid tegenover diegene waar we interviews mee doen. Om eerst, het is een vertaalproces in vele inzicht. Het goed luisteren naar wat je hoort, wat wordt gezegd, maar wat wordt eigenlijk ook, wat is de betekenis van wat ze zeggen. En dat dan weer terug te brengen in een wetenschappelijk debat. Te verbinden aan de concepten die we gebruiken om dan aandacht te geven aan die andere onderwerpen. Ik wil nog één ding zeggen hier, wat misschien omdat wij modest daar geen discussie aan hadden.
waar we naar kijken als we zo'n rechtszaak zien, dat gaat over erkenning. Erkenning van onrecht dat toen is geleden. Maar erkenning heeft altijd ook met macht te doen. Als we kijken naar diversiteit, is het altijd ook erkenning van mensen in een andere positie in de samenleving. Zo in het erkenningsvraagstuk is een machtsperspectief. En in dit machtsperspectief is ook altijd de vraag, wie erkent wie? En daar is dan misschien wel een goede vraag, en daarmee eindigt de artikel ook. Wie heeft eigenlijk de macht om te besluiten wat de juiste maatregelen zijn om het postkoloniaal verleden te erkennen? Afsluitend möchte ich graag Ihren bedanken, mijn collega's die met mij brainstormen, die mij hebben geholpen om de koloniale dingen echt zo doorgrondig te doordenken. Ik ben sinds 2009 in Nederland en voor mij was het een heel groot avontuur eigenlijk in dat onderwerp te stappen. Ik dank ook de activisten, al die mensen die dat onderzoek hebben mogelijk gemaakt, de KOKB, die ook de rechtszaken op de map hebben gezet. Zonder hun zou dit onderzoek hier ook niet staan. En dank aan jullie dat dat onderwerp ook, nu eindelijk deze publiek krijgt. En ik hoop daarmee dat wij ook een beetje in de weg die Wayne Modders heeft getimmerd, het helpt daar een bijdrage aan te leveren.